Wauw! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Paardenpraat TV. Vandaag gaan we iets heel leuks doen, namelijk... Wij gaan Paardenpraat op mijn dag video doen. Ja, en ik heb er zoveel zin in. Oké, jullie gaan alles zien en onze paarden bepalen dus onze dag. Wat gaan ze allemaal bepalen? Ze mogen bepalen welke halsters ze omkrijgen. Of we met of zonder zadel gaan rijden. Of we binnen of buiten gaan rijden. Maar met of zonder één paard kiest één, want anders dan kan je niet samen rijden. Grazen of in de paddock, dat kan wel verschillend. Welke beestjes, welk dekje en slobber of Bix. En moet Brit of Lissy Bix eten? Ja, aan het einde gaan we nog kijken of wie er van ons Bix moet eten van wie er van ons hooi moet eten. Het is echt zo vies. Ik hoop dat jij het bent, dat ik heb het al gedaan. Ik heb ook Bix gegeten op Ponycam. Nee, echt? Was lekker. Had je een beetje mayo erbij? Ik had zo'n... Oh, het is echt niet lekker. Het is echt niet lekker. Wil je dit allemaal zien? Blijf kijken! Wat doe je? Ik had zin om een snor te maken. Oké, jongens, we gaan alles klaarleggen en dan gaan we de challenge doen. Oké, let's go. Dan gaan jullie dan pas zien wat we allemaal hebben. Oh, we gaan een lelijk halster doen en een mooi halster. Oh, zo dat ik mijn mooie zomerhalster heb en die andere is op de manier laat je niet zo vies. Oké, we beginnen met Lissy. Oké, we willen natuurlijk dit halster, want dit is het lelijke halster. Maar het zijn er allebei 6, dus daar heb ik een beetje pech. Lissy! Ik ben benieuwd. Oh nee, ze gaat naar groen. Oh, ze eet hooi. Ja. Je hebt mazzel. Oké, nu Yves. Oké, Yves, ga jij ook kiezen? Kies Yves. Oh nee. Oh nee, ze is nog aan het zoeken. Nee, Binky. Welke raak je aan? Want dit gaat dus niet werken. Yves. Oké, Yves, welke raak je aan? Nee. Nee, nog niet. Oké, waar ze nu naar kijkt, dat wordt hem. Nee, welke samen raak. Ja! Yay! Oké, wie gaat binnen-buiten kiezen? Yves, zullen we? Ja, en dan doen we met of zonder zadel, laten we Lissy kiezen. Oké, top. Schat, dat is een paardje stellen. Oh ja, ze zien daar, wat lief. Oké, wat hij als eerst aanraakt, gaan we doen. Ja, en we doen het zo, want dat gaat sneller en met Bix... Worden ze dik? Bix en Lissy heeft al obesitas. Ja. Dus we beginnen met Yves. Oké. Yves. Wat ga je kiezen? Alsjeblieft, Yves. Ja! Binnen. Oké, binnenrijden. Oké, nu zonder of met zadel. Ik ben zo benieuwd. Met of zonder. Ik hoop zo erg met, want ik heb heel lang 2 weken niet gereden op vakantie. Nee! Yes! Zonder! Oh, dat is eng. Oké, Yves zonder zadel. Oké, Yves gaat kiezen wat er op haar rug komt. Nee, ik ben... Oké, ik heb dus deze. En het erg is, deze is zeiknat van het zwemmen. Oh, ik ben de Sjaak. Nou, jij gaat dus... Nee, het zijn allebei chill, maar hier is wel leuk dat jij een keer hiermee kan rijden, want dat is echt... Die is echt heel lekker. Oké, jongens. We zouden eigenlijk zonder zadel gaan, maar ik had 2 weken niet gereden omdat ik op vakantie was. Jij bent wel begonnen zonder zadel, super stoer. Ja. Maar toen hadden we veel meer zin in een spel, wat we leuk vinden namelijk. Tallyho! En ja, ik sta nu 5-0 achter inmiddels. 6-0. Oh, dat is mijn moeder. Je moeder. 6-0 inderdaad. Maar Britt dacht dat het 6-1 was, omdat ze dat had gedroomd. Ja, ik dacht dat het 6-1 was, maar ja, waar gaat het mis? Ik denk dat we in stap zijn we allebei even snel, maar ik maak heel snel een fout. In draf ben ik net iets sneller, maar in galop ben ik veel sneller. Jij pakt zoveel meters in galop, dat is echt niet normaal. Ja, maar galop gaat best wel snel, ja. Oké, we gaan jullie eventjes ons rondje laten zien. Veel kijkplezier. Veel kijkplezier. Wie zal er winnen? Ja. Ik. Nu
dit is echt heel raar. Voordat jullie dit zien, zagen jullie ons hier ook staan. Maar ik ben heel even omgekleed. Maar in ieder geval, wat we dus nu gaan doen, de paarden laten kiezen of ze biks of slobber willen. Ik hoop slobber. Ja, slobber is leuk om te maken. Ja, maar ik heb nog nooit slobber gemaakt. Niet? Nog nooit. Oké, okay, let's go. Dus ik hoop echt dat ze kiezen. Slobber. Vorig jaar was zo erg, zijn we nog een uur gebleven. Wat zal Wesley kiezen? Oh, hij is echt aan het nadenken. Hij heeft niks. Kies slobber. Hij kiest jou! Oh, hij... oh, zo schattig. Wesley kiest jou. Okay. Mij mag je niet opeten. Yves en Lizzie, ik ben benieuwd wat jullie kiezen. Ik ben eerst benieuwd, want ze mogen allebei voor zichzelf kiezen. Ja, oké. Okay. Ja, hou jij hem vast met Yves? Oké, okay, Yves, wat kies jij? Ik ben zo benieuwd. Bix. Oké, okay, Yves Bix. Krijgt lekker Bix. Bix. Yves krijgt Bix. Ik ben heel benieuwd wat Lizzie krijgt. Als je alsjeblieft gaat versloppen. Nee. Ja, oké, okay, nee, doen kom. Ja! Slopper. Oh, lekker! Oh, dit wordt zo lekker voor je, Lizzie. Maar ah, Yves, jij krijgt lekker Bix. En dan ook een hartje slobber. Oké, okay, paard kies je dag vind ik echt leuk. Laat even weten wat voor video's jullie nog meer leuk vinden om te zien. Wacht al, wat zei je? Kan ik vertellen wat we gaan doen? Ja. Mijn ouders zijn dus weg. En dan ga ik met Ruk mee. En dan gaat zij weer met mij mee. En dan gaan we filmavond houden. Ja, we gaan lekker samen eten en over paarden praten en film kijken. Maar welke film gaan we kijken? Moeten we nog even bedenken. Ja, misschien is het Triana. Moet ik nog even kijken. Zin in. We zijn slobber aan het maken. Slobber maken is leuk, hè? Hoe gaat het met het slobber? Maar ik doe wel één hand, want anders dan. Ja, de hele hand wordt helemaal een soort pap, hè? Het voelt een beetje zoals slijm. Ja, ik vind slobber maken echt superleuk. En helemaal in de winter, want dan is het heel koud buiten. En dan krijgen ze een lekker warm papje. Dat vinden ze echt geweldig. Ja, en ik vind het altijd gewoon leuk. Maar ik heb nog nooit slobber gemaakt. Dus ik ben echt super blij. Dat ik het kan doen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. En ik vind het heel leuk en ik ben echt super benieuwd. Ik denk dat Yves wel een beetje spijt heeft dat ze Bix heeft. Ik denk dat Yves ook spijt heeft, maar ze mag wel een handje toch? Ze mag gewoon een handje. Super leuk, Jess is in de bak. Aan het trainen met Gaio om op het blok te staan. Super cool. Oké, ik ben benieuwd. Niet open, even Yves zijn Bix pakken voordat ze gaat eten. Oh ja. Oké. Okay. Ik pak wel even. Ja, oh nee, dit ga je niet houden. Dit vindt ze zo lekker. Oh. Yves is al lekker hooi aan het eten. En we doen zo, ja, we doen het zo in jouw bak, Yves. Wat je gekozen hebt. Je hebt Bix gekozen. Okay, je hebt Bix. Ik ga even Bix halen. Oh, jij ja, is toch wel even bezig. Ik doe alvast het halstertje even af met je mooie Ibiza halster. Lekker. Ja. Lizzie is lekker aan het genieten. Slobber, hè? Ja, maar jij hebt ook een beetje Bix en slobber. Lekker, hè? Yves, je hebt helemaal zweetvlekken. Moet je even poetsen. Oh, Lizzie, ben je zo blij? Ben je zo blij met je lekkere keuze van slobber? Misschien. Ik ben te koefend. Ze lijkt een beetje krulletjes of zo te krijgen in de voorpluk. Hoe mooi is dit? Vet mooi. Ja, echt heel mooi. Kijk dit, helemaal stoer of zo. Ga maar lekker voor de eten. Oh, wat weer een mooie pony, Lizzie. Dat je lekker te genieten. Kijk, ze koudt echt goed. Oké, hier achter me is iemand heel jaloers geworden dat hij niet mee mocht doen met het spel. Ja, hallo, het is George. Ja, moet ik voor jou ook wat lekkers halen? Ja. George is jaloers, hij krijgt ook Bix. Ja, jij mag ook meedoen, hè? Je hebt het zo goed gedaan. Oké, ik ben inmiddels weer thuis. De paarden hebben echt een superleuke dag gehad. Ze hebben echt heel veel aandacht gehad. Yves, ja, was super blij dat ik weer terug was. George ook, want dan kon hij weer lekker eten. Ja, de pony Lizzie, die geniet ook echt van alle aandacht. En ik zag al dat volgende week super mooi weer werd. En dan hoop ik dat ik weer kan zwemmen met de paarden. Daar heb ik zoveel zin in. Dan wil ik tegen jullie nu zeggen, dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En heb je nog een leuk idee voor, ideeën voor video's? Laat het dan weten. En we willen ook een ja of nee challenge opnemen. Maar dan een Brit en Lizzie challenge. Dus bijvoorbeeld, wie moet er Bix eten? Brit of Lizzie? Wie moet er hooi eten? Brit of Lizzie? En dan met welke paarden we dat moeten doen? Bijvoorbeeld met George of met Vito of met Jack of met Yves of met pony Lizzie. Wat jullie leuk vinden, laat het eventjes weten. Voor nu, nogmaals dank voor het kijken en tot volgende week. Doei!